is het weer weekend, man. Dus we trekken even lekker aan het belletje. En dan gaan we gauw kijken wat het weekend voor ons in het vaatje heeft. Ah, kijk er eens. Kruienbitter. Nou is kruienbitter niet echt mijn favoriete drankje. Of wat ik zelf per se gelijk zou pakken. Het heeft toch een beetje het imago, vind ik, dat het meer gedronken wordt door vooral heren van wat middelbare leeftijd. Maar goed, het is weer herfst en een kruienbitter die doet het altijd wel lekker natuurlijk. Dus wat hebben we hier staan? We hebben hier staan Becherovka, original, 38% en dit komt uit Tsjechië. We hebben hier staan een Schipperbitter en die is 30% en die komt uit Schiedam. En ja, goed, deze kennen we allemaal natuurlijk, hè. Jägermeister. En dat komt uit Duitsland. Ja, dat hoeft verder geen introductie, lijkt mij. Dat kennen we allemaal. Afijn, dit is het voor vandaag. Een Tsjech, een Nederlander en een Duitser. Dat klinkt als een begin van een hele slechte grap. Of van een hele gezellige avond. Laten we gauw eens gaan kijken. We gebruiken natuurlijk het mooie serveerplankje van de Barrelboss. En dan gaan we hier de Becherovka inschenken. Becherovka, dat komt uit Tsjechië. Dat heb ik wel eens gedronken in Praag. Toen maakten ze de grap dat de eerste die drink je om warm te worden. De tweede voor de gezelligheid. En bij de derde val je van je stoel. En Schipperbitter, moet ik eerlijk zeggen, die ken ik niet. Ja, en de Jägermeister, die kennen we natuurlijk allemaal. Ik heb waarschijnlijk even te kort in de vriezer gehad. Hoppakee. Een gezellig plankje met drie kruienbitters. Waarbij de Becherovka duidelijk het lichtst is. En nou ja, laten we daar ook maar mee beginnen. Is dat verstandig? Even kijken hoor. Deze is 35%, deze is 30% en deze is 38%. Nou ja, hè? Daar gaat hij dan. Oeh, dit ruikt heel fijn naar kaneel. Oh, lekkere kaneellucht zit eraan. Echt wel een kruienlikeurtje. Of een kruienbittertje. Er zit een lekkere kaneelachtige smaak aan. Er zit ook nog iets van een andere smaak in, maar die kan ik niet helemaal thuis brengen. En in de afdronk is die lekker bitter. Word je wel lekker warm van met de herfst. Laten we dan eens kijken naar de tweede die we hebben. De Nederlander, de Schipperbitter. Ziet er mooi donker uit. Ik kan er niet echt een geur aan vastzetten. Ik vind hem eigenlijk vrij geurloos. Oeh. Die is duidelijk zoeter dan de Becherovka. En er zit een bepaalde smaak in, maar kan ik niet helemaal thuis brengen. Heeft heel in de verte, heeft het iets weg van koffie of zo. Het lijkt wel of ze er iets van kandijsuiker in hebben gebruikt of zo. Lekker zoet. Niet ontzettend fel en scherp. Zoals die Becherovka duidelijk wel was.
Wel een lekker doordrinkertje, de schippersbitter. Dan gaan we naar de Duitser. En dat is waarschijnlijk voor de meesten de bekendste van deze drie. De Jägermeister. Als borrel drink je meestal gewoon lekker uit de vriezer. Dat je mooi condens op je glas krijgt. Ik heb hem nou even te kort in de vriezer gehad, dus dat heb ik niet. En de jongeren onder ons die zullen het waarschijnlijk kennen van de Jägerbom. Of als mixje in de Red Bull, hè, en, gewoon in een groot glas, dan is het een vliegendert. Heel populair op de wintersportbestemmingen. Ja, en dit heeft echt die typische Jägermeisterlucht. Blijft lekker, hè. 56 kruiden zeggen ze dat erin zit. Ik zou het de kunst vinden om er eentje specifiek uit te pikken. Het is lekker. Lekker kruierig. Als hij lekker koud is, is hij lekkerst. Hij heeft wel nog een beetje een bite. Je voelt hem lekker aan. Daar word je lekker warm van. Ja, zoals gezegd, dit is niet per se iets wat ik zo direct zou pakken. Maar ja, afslaan is ook best wel wat. Dat doe je dan ook weer niet, hè. De Becherovka uit Tsjechië. Heb lekker dat kaneel erin. Wat dat betreft vind ik echt een herfstborrel. Hè, voor een stormachtige dag. De nasmaak is vrij bitter. Maar het is wel erg lekker. Venijnig, wel uitkijken. Maar goed, dat is altijd met die reut. Maar die krijgt van mij een 8. Erg lekker. Dan de Schippersbitter uit Nederland. Ja, heeft een vrij geurloze aroma. En je ruikt dat hij wat zoet is. Zoet en zacht. Een mooie doordrinker. Ik denk dat hij net zo lekker smaakt bij de koffie, bij spreken, als met een pilsje ernaast. Dat vind ik wel erg lekker ook. Ja, die krijgt van mij een 8. En dan de Jägermeister. De Duitser. Ja, dit is een bekende smaak, jongens. Nee, alleen die lucht alleen al. Heerlijk. Echt een lekker prettige kruissmaak. Heeft een beetje een bite. En ja. Net zo verraderlijk als de rest van die rommel. Maar het is wel lekker. Hij is niet zo verrassend als die andere twee. Misschien ook omdat je hem meer kent of zo, meer gewend bent. Ja, joh, dit is verder een prima borreltje, een lekker kruienborreltje. Ik krijg ook gewoon een 8. Dus ja, qua cijfers is het een beetje een saaie bedoeling. Maar ze zijn alle drie anders. En hebben alle drie een soort van eigen karakter. Maar zijn we alle drie lekker. Dus ja, ik zou zeggen, zoek je nog een lekker kruienborreltje voor de herfstavond. He, om een beetje op te warmen na een gure boswandeling of weet ik veel wat. He, of een beetje uitwaaien op strand. Ja, wat mij betreft kun je ze alle drie open trekken. Zou ze alle drie niet afslaan. Dit was het dan weer voor Piet Probeert kruienbitters. Vond je dit nou een leuke video, doe dan even een duimpje omhoog. En klik even op de abonneerknop hieronder. En laat even weten wat jij eigenlijk een lekker kruienbitter vindt voor de herfst. He, voor een gure herfstavond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Lekker. Maak de flessen niet leeg deze keer.